echt respect voor iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Echt nice. Ik had het niet verwacht dat het zo gevoelig, emotioneel en sterk. En dat raakt je al gewoon. En ja, ik word nu zelf ook emotioneel en je merkt dat ook gewoon bij iedereen. Wees trots dat je Javaan bent en kom dit zien. Iedereen moet zien. Ja. Iedereen. Jong en oud. Dus Loeso, echt heel tof. Top eraan. Gelijk kaartje komen, het is al uitgekocht. Einde. Dans gedaan. Sorry, we gaan snel, hè? Ja. Dans gedaan. Dan. Komt dan. Brief. Nee, wacht. Mogen nog iemand lopen? Ik iets gaan spelen. Loeso is een theatergezelschap wat ik heb opgericht in 2016, nadat ik ben afgestudeerd. Ik wist dat wat ik wilde er nog niet echt was. En dat was werken gewoon met mensen die ook op mij lijken, een diverse groep mensen. En ik wilde ook stukken maken die gaan over mij, die gaan over wat ik herken. En niet per se alleen over Shakespeare of Molière of whatever. Dus toen dacht ik, moet ik het zelf doen. Dus vandaar dat ik dit heb opgericht. Maar ik denk dat je inderdaad, dat er iets meer duidelijk moet zijn dat hij aan het bidden is. Nou, ik denk gewoon meer die stoel moet gewoon niet. Weg. Nee, dat werkte niet. Ja. Maar verder eigenlijk werkt het wel. We oefenen voor ons nieuwe toneelstuk, 1000 dagen. Het heet 1000 dagen omdat we volgen een gezin. En de moeder daarvan is 1000 dagen geleden overleden. En nu volgt de laatste slammetan om haar te herdenken. En vandaar dat het 1000 dagen heet. Ik weet nog dat mijn moeder een keer als tractatie voor op school klepon had gemaakt. Had ze urenlang in de keuken gestaan om al die balletjes te draaien. Ik speel Timpe en ik speel het broertje van Surianti, oftewel Titi. En ik ben de zoon meneer in het gezin. Ik heb hiervoor in de andere voorstellingen van Loeso gespeeld. Ik ben begonnen bij een zwembadvoorstelling. Kapot hard zwemmen heette dat. En vervolgens hebben we in Spoiled Woke Lazy Broke gespeeld met de millennials. En daarna heb ik nog een solo voorstelling gespeeld over Vaderdag. Groter dan mijn angst. Da-da-da-da-da. Waar begraaf ik mijn navelstreng? Blackout. Oké, dit ging super rommelig. We gaan het nog een keer doen. Ik heb een aantal mensen met wie ik al eerder heb gewerkt. Dus die horen bij de harde kern. Maar de rest van de mensen zijn muzikanten, dansers, choreograaf. Van alles eigenlijk. En die hebben vooral via Instagram verzameld. Omdat ik een oproep had geplaatst. En ik was heel blij dat ze erop hadden gereageerd. Want het is best wel lastig om in mijn vakgebied Javaanse Surinamers te vinden. En ik voel gewoon dat we dit allemaal doen met een hele grote noodzaak. Ik ben Clarence Jaarman. Ik speel de muziek in de theaterproductie 1000 dagen. Iedereen krijgt zijn deel om zelf voor te bereiden. Je ziet in het begin nog niet altijd het grotere plaatje, maar tijdens de repetities en vooral tijdens de grote repetities waar iedereen bij elkaar is, dan wordt steeds duidelijker hoe het hele verhaal zich zeg maar ontvouwt. Ik ben Tiara en in dit stuk ben ik een performer. Ik doe wat dans, martial arts laat ik zien en draag gewoon bij aan het stuk. Dat was voor mij heel bijzonder. Dat was echt een ontdekkingsreis in mijn eigen roots, mijn eigen achtergrond en familie. En ik ontdek dingen waarvan ik niet wist dat ik er behoefte aan had, zoals connectie in de Javaanse community. Ja, dat is heel speciaal voor me. Ik heb het stuk geschreven omdat ik vind dat we nog te weinig zichtbaar zijn. Ik vind sowieso dat er veel meer zichtbaar mag worden over onze geschiedenis. En vooral ook voor onze voorouders. Ik probeer dat een stem te geven. En zeker ook voor de generatie na ons. We zijn het al vasthouden zo. Deze sado heb ik van mijn opa gekregen. Mijn moeder heeft het van mijn opa gekregen, van mijn wijle opa. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat het in de voorstelling wordt meegenomen. Want niet alleen deze sado, maar ook de sado die Dewi heeft. Die is ook allemaal achtergelaten door mijn opa, door de vorige generatie. Ik ben Rudolf en ik ben de choreograaf. Het is een beetje all around eigenlijk.
all-around dance van experimental, contemporary, hip-hop, alles een beetje in één. We hebben weinig repetities, maar we zijn hard door aan het drillen. Elke week komt er iets nieuws bij, elke keer verandert er iets, maar ik hou er wel van. Het is dynamisch en ik geniet heel erg heel veel energie van hoe iedereen bij elkaar komt en dat iedereen zo getalenteerd is en dat we samen iets zo sterk en bijzonders neerzetten. Het geeft me echt veel energie, geniet ik van. Hou je bek, joh. Oh, lekker zelf. Mijn naam is Ivy Elise Monroe, maar mijn echte naam is Raintino Trunokarso. Ik speel een van de voorouders die de boottocht van Indonesië naar Suriname heeft gemaakt. En ik vind het superleuk, het sprak me ontzettend aan, want het is net een levensverhaal ook van de Javaan. Ik ben ook Javaan en de problemen die hier aan bod komen, heb ik ook in mijn eigen leven gehad. Want ik ben hier geboren in Nederland. En de struggles dan die ik als Nederlandse Surinaamse Javaan heb meegemaakt, dat komt hier gewoon naar voren. Oh, handen, snijs je erbij, toch? Ja. Oké. Okay, ja. Oh, niet deze? Nee, voor jullie is jullie eigen ding. Oh, sorry. Je bemoeit. Ik ben moeilijk. Ik ga weg, ik ga. Vrij past. Ja. Ik ben Gianluca Cosmato en ik speel de rol van Kang Min. Kang Min is neef van Titi en Timpe. Die komt eigenlijk vanuit Suriname voor de 1000 dagen van zijn tante. Die stewardess kwam bij me. Ze vroeg, wat wilt u drinken, meneer? Ik heb gezegd, Black Label met ijs. Ik vind het heel bijzonder, omdat het een van de eerste keren is dat er zo'n voorstelling wordt gemaakt over Surinaamse varen. Ze bespreken best wel zware thema's. Het wordt op een hele leuke manier, denk ik, en ook zware manier tegelijkertijd, gewoon bittersweet, zeg maar, wordt dat verteld. Voor mij gaat 1000 dagen de voorstelling juist, we hebben het gezin gebruikt, maar het gaat juist heel erg over transgenerationeel trauma. Dus waar het gezin, dus dat is dan iets heel kleins, eigenlijk op groot niveau nog steeds last van heeft. In relatie tot de koloniale tijd. Ja, dat hoop ik met deze voorstelling te vertellen. Ik voel haar hier wegglippen in het huis en jullie gaan maar door met je leven, maar ik wil dit niet. Ik wil niet door, ik wil niet trouwen, ik mis mijn moeder, ik wil haar niet kwijtraken. Ik heb een vaderrol en toevallig in dit stuk ben ik de vader van Dewi. Hè? Maar ik ben ook echt de vader van haar. Het is echt een familieverhaal, maar het legt ook de geschiedenis uit. Het legt de geschiedenis uit van het leed wat heeft gespeeld in het verleden. Maar ook de nasleep ervan, dus ook van hoe het gezin struggelt eigenlijk in het nu. In het leven in Nederland, in verschillende werelden leven, als nasleep van het verleden. Een van de dingen waarvan ik denk dat transgenerationeel trauma is, is dat ik het ook heel eng vind om me uit te spreken. Ik denk dat dat ook wel echt een respons is die mijn voorouders ook hadden. Hè. Het was natuurlijk niet wenselijk om te zeggen wat je vond of om weerwoord te geven. Want ja, je moest overleven en dat deden onze voorouders door heel onzichtbaar te zijn. Ja, ik ben bang. Maar de noodzaak om te praten is groter. Groter dan mijn angst. Onze gemeenschap die is niet echt gewend aan zichtbaar zijn. En deze voorstelling zorgt echt dat er wordt laten zien van wie wij zijn. Waar we mee zitten. Ook de oudere generatie, de jongere generatie. En dat vooral. Maar ook echt op een confronterende manier. Dus echt een geluid wat je misschien niet gewend bent. En dat komt ook omdat wij de jongere generatie zijn, dus het is ook een andere toon. We hebben andere behoeftes misschien. Deze generatie accepteert het niet meer eigenlijk, om niet zichtbaar te zijn. En ze eisen hun rol op in deze maatschappij, wat heel goed is. Ook al doen we dit, vind ik het ook nog steeds heel spannend om zichtbaar te zijn, om reacties te krijgen. Want je merkt ook, je krijgt ook niet altijd leuke reacties hierop. Zeker niet van
witte Nederlanders die totaal zich niet kunnen vinden in dit. De grootste les die ik uit deze voorstelling heb kunnen halen is meer van je laten horen, meer zeggen wat niet kan, je grenzen aangeven, vertellen dat het je eigenlijk kwetst. Ja, voordat jullie de eerste deze doen. Oh, daarvoor, ja. Nu weet ik waar het eindigt. Ik moet even goed tellen. Beetje go back. Oké, overgang, we gaan door naar de TT Strong. We hebben vandaag een uitgebreide doorloop gehad van de hele voorstelling. We hebben de puntjes op de i gezet. Nog even wat laatste, als men nog wat laatste suggesties had, hebben we die nog kunnen toevoegen aan de productie, aan de voorstelling. Oké, iedereen ready? Mijn rol is een stukje dramaturgie doe ik en de creatieve productie van het hele stuk. Dus gewoon zorgen dat alles in goede banen verloopt. Ik ken Davy nu al een tijd en we hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad. En om dan nu eindelijk samen een project te mogen doen over deze onderwerpen. Ja, dat doet mij ook veel omdat Davy gewoon dicht bij mij staat. Oh, voor zaal open? 14 minuten voor zaal open. Oh, oké. Goede ademhaling. Voel je buik. Voel onze ancestors. Voel dat we altijd met hun op dit podium gaan staan. Batik, no polyester. This is for our ancestors. Iedereen, batik, no polyester. This is for our ancestors. Batik, no polyester. This is for our ancestors. Praten is groter dan mijn angst. Als ik me niet uitspreek, dan blijven we onzichtbaar. En als we onzichtbaar blijven, kunnen we elkaar niet vinden. En ik wil niet meer vechten met mijn eigen bloed. Je doet als Samsung. En Juna noteert het. Juna next. Juna want Lehman. Je leed niet dat je gaat scoren. You are a color boy. Heb je wel eens afgevraagd waarom ik al 3 jaar aan het stilsta? Hoe kan het dan dat mijn hart in 1000 stukken brak toen ik Indonesië verliet? Was dat niet het verdriet van mijn voorouders dat nog steeds door mijn lichaam gaat? Hoe kan het dan dat ik nog steeds bang ben voor witte mensen? Is dat niet de angst die ik heb geërfd? Ze hebben vernietigd wie ik was! Je mag huilen niet! Oh my god! Oh. Jullie hebben echt allemaal zo geknald. Dit was echt de beste. Ja, en het publiek ging los. Ja. Ik weet niet of jullie het hoorden, maar ik werd gewoon emotioneel van die reacties van het publiek. Ja. Vanaf begin tot eind was ik heel diep onder de indruk. Ook heel erg emotioneel. En vooral toen de moeder natuurlijk naar voren kwam, de eerste generatie. Ja, toen voelde ik het. Het was een soort van, ja, ik zeg het al 100 keer, maar een soort van therapiesessie waarbij iedereen de pijn voelt, dezelfde emoties, maar het ook met die luchtigheid het ook al relativeren. En dat is wel, ja, misschien de
De zichtbaarheid, ook wel eerste stap naar heling voor ons allemaal. Ja, want die trauma zit er nog steeds. Die emotionele beladenheid, daar kunnen geen woorden aan vastgekoppeld worden. Want er hing zoveel emotie aan vast tijdens het kijken van het theaterstuk. En ook na het theaterstuk bleef ik gewoon natrillen. Ik denk het is ook wel nodig voor de jeugd van nu. En voor onze oudere generatie die eigenlijk niet veel hebben meegekregen van hun ouders. Ja, ik vond het fantastisch. Het heeft me echt heel erg geraakt. Dus ik weet niet van Surinaamse afkomst, maar zoveel herkenning. Maar ook heel erg interessant, ook om dat mee te krijgen, dat stukje geschiedenis. Het raakt me echt diep van binnen. Vooral stukken waarbij het cijfer werd opgenoemd. We zijn geen cijfer, onze voorouders waren geen cijfers. Ze hadden ook een naam, ze waren een mens van vlees en bloed. En op het moment dat zo hard werd geschreeuwd, vergeet me niet, Ocholali. Ja, dat raakt me echt gewoon heel diep van binnen. Ik dacht, het is een fictieve verhaal met een Javaans steentje. Ik had me nog niet eens zo verdiept. Dus dat was een geweldige verrassing. Kippenvel opgelopen en ik smaak naar meerheid. Ik ga niet vaak naar voorstellingen, maar het heeft me echt heel erg geraakt. Gewoon emotioneel ook. En het verhaal was gewoon echt heel mooi verteld. En ja, je hoort gewoon dingen die je herkent. Vooral het thema in huis. Dat je dan herkent van dat je ouders zeg maar niet echt voor zichzelf opkomen. En dat frustreert jou dan ook als kind. Dat je dan eigenlijk wilt dat ze toch wat voor hunzelf opkomen. En ik ben ook boos op jou. Dat je dit allemaal hebt maar laten gebeuren. Dat je nooit eens voor jezelf opkwam en zei oké, nou is het genoeg. Dit stuk heeft mij ontzettend doen nadenken over de Javaanse traditie. En ik zal vanaf vandaag ook echt meer dingen aan mijn ouders vragen over de geschiedenis van de Javanen. Ja, ik vond het heel mooi wat je gedaan hebt. En ik ben trots op je dat je dat zover... Dat had ik niet verwacht. En ik had ook... Hij maakte ook weer krap niet over zijn rol als een boom. Maar... Dat was meer dan een boom. Dat wij zelfs dan niet heel erg met de Javaanse community, maar als je bij zo'n voorstelling bent, ik wil echt meer met gewoon Javanen zijn. Ja, en meer leren, ook de taal leren, ja, met oma meekoken. Ik vond het heel mooi hoe het geschreven is en ook zeg maar de verschillende media, dus dans en zang en luchtigheid af en toe kwam met humor. Dat maakt toch ook dat zeg maar, de zware dingen weer anders benadert en dat je ook even kan lachen. Dus dat vond ik heel mooi eraan. Het is nog nooit zo dichtbij gekomen. Het is gewoon recht door onze en top voor Davy en de kaas. Echt waar. Geweldig. Ja. Ik moet nog niet zeggen, want dan ga ik echt huilen. Het is, ja. We hebben het gedaan! Yeah! Batik! No polyester! This is for our ancestors! Batik! No polyester! This is for our ancestors!